Goeiedag. Hoi. Moet ik me even voorstellen? Ja, ik ben Ju. Lijn Spreeuwenberg. Ja. Ju Derks. Ju Derks, ja. Ja. Ju, zus, ik dadelijk eens even op de stoel willen gaan zitten en wat u voor zichzelf willen vertellen. Dat zou wel lukken. Ja? Maar ja. Zo even, misschien even achter toe. Wat wist je trouwens aan doen? Ik heb de dahlia's iets gedacht. De dahlia-knollen, die moeten voor de winter eruit zien. Ja. Anders bevriezen ze. Denk ze dat we winter krijgen? Ik weet het niet. Wacht maar af. Ja, oké. Okay. Zullen we even naar achter gewoon? Oké. Okay. Doe maar, ik loop achter gewoon aan. Dat is goed. Ben je geboren in Brokkense Vorst? Ik ben geboren en getogen in Brokkense Vorst, hier niet zo ver vanaf. Het tweede huisje aan de rechterkant van dit ziekstraatje. Ja. Ik ben in 1950 geboren. In 1950? 1950. Dat betekent dat ze nou... 64 jaar bent. Ja. 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 Jullie hebben zich altijd... wat voor werk heb je gedaan? Ik heb altijd in de techniek gezeten. Ik had altijd in de Volkswagen Audi. Vanaf de school tot mijn prepensioen enkele jaren geleden. Bijna 42 jaar. Hey, of in de stad of voor? Ik ben in Venlo begroos. Van Venlo ben ik naar Venray toegegaan. Van Venray naar Heldepanningen. En toen weer terug naar Venray. Kan er maar een zien volgens mij auto arena. Precies, toen was dat garage van de Ven, Volkswagen was dat. Ja, knippen we er gewoon weg hoe dat ze nemen. Ja, net hoe ik het noemde. Ja. Ja. En nou zit ze in de zeg maar prepensioen, prevert. Ja. En wat doe je dan nu vandaag? Wat ik doe? Als ik het eerlijk zeg, een dag het 24 uur en ik kom nog met je uur tekort. Straks morgens vroeg op, rond 6:45, pak ik een krant. Puzzeltje maken, boterham, kop koffie. Dan ga ik mijn keppeltjes verzorgen. Ik loop een tuin rond. Hobbies. En hoe, met klein fietsen. En hoe lang woont je al heen op deze plek? Vanaf dat het huis er staat, vanaf 64. 64? Ja, ja. Ja. Mijn ouders hebben dit gebouwd en heb ik dat overgenomen. Ja, 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 ja. Ben je getrouwd? Ik ben getrouwd, gelukkig getrouwd met een meisje uit een Hengelsum, Ria. Ja. Ik heb twee heel leuke kinderen en één kleinzoon. Eén kleinzoon. Ja. En die hobby's? De film op te noemen. Maar noemen ze De fanfare. Fanfare. Ja, en maar mijn grootste hobby dan is de oudheid, de historische kring. De oudheid? Ja, ja, ja. Ja. Aha. Ja, daar zit ik heel veel in al de archieven te snubbeken, zeggen we hier. Hè. Dus iemand die iets wilt weten over Brokkense Vorst of Brokkense? Ja. Want er zit Brokkense ook bij? Er zit Brokkense ook bij, ja. Je moet eigenlijk bij zien. Als je wat wil weten, wat in de oudheid is wel, ja. 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 Hey, maar wat is dan die meest integrerende vernoete geschiedenis dat ze zegt, daar kan ik niet de vinger achter leggen, maar dat zou ik wel willen weten. Ja, Brokkense Vorst en Uwe, die hebben zo'n rijke geschiedenis. Hè. Dus, ja. Ik kom iedere keer van nieuwe dingen te staan. Hey, zou ik daar eens verder uit gaan diepen? Mm-hmm. Maar ja, dus, dat is een beetje een verslaving. Zo gezegd. Ja, dat moet je gewoon mee terugleggen, moeten we anders gaan doen. Ja. Ik weet dat in Brokkense, in de kerkmoor, boven, en kanonskogel zitten. Ja, daar zit er aan dient. Ik kan ze zien even vertellen. Precies, 1731. Ja. Zit daar kogel in gemetseld, ja. Ja, ja, maar die is er niet in gemetseld geworden toen. Ja, zo was het verhaal gehad. Dat was met militairen en in Brokkense waren gelegerd. En aan de andere kant lenden Hannoveranen. Hannoveranen? Ja. Ja. Maar die zorgen van Aartsen uit. Die dachten dat er heel veel militairen in Brokkense lagen, maar dat was niet zo. Maar wat doen die Franse militairen en die Hollanders hier? Die liepen heel snel om die kerk in, dus ja. Dan bleef dat... Oh, om het idee te wekken dat die met heel veel man waren. Dat die met heel veel man waren, ja. En dan hebben ze van Aartsen uit een kanonskogel over de Maas in geschoten en daar zou je in de kerk terecht zien komen, onder de mis. Ja. Maar ja, dat is zo lang geleden dat... Kunnen we niet meer nog? Nee. Zelfs dicht, nee? Ik? Nee. Heel zeker niet. Nee. Dat is de geschiedenis. Vandaag de dag, anno 2014, zit zich in de hoofd te vreuten. Is dat ook een hobby vandaag? Ja, zeker. Het zit er heel erg in. Ja? Ik doe mijn groenten ook zelf telen. Ja? Vanaf begin maart zeg maar, met slaai en bijvie. Aardbeien, rabarber, alle koelen staan daar zie ik klaar. Ja, in de volle grond? In de volle grond, ja. Ja. En het gaat echt alles biologisch. En wat vindt ze de lekkerste groenten?
Dus ik moet zeggen, ja? Het zijn er twee. Ja? En dat is andijvie en boerenkool. Andijvie en boerenkool? Ja. Maar dat heeft toch wel iets met de winter te maken, hè? Andijvie, boerenkool is echt winters, hè? Ja, ja, ja. Maar, joh, kunnen ze mij 4 keer per dag per week wel zetten. Ja. 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 Hey, en dit is hier in tuin ook zelf aangelegd? Ja, ja. Ja. Vertel, zullen we eens even rondlopen en dan ja, vertel ze wat ik loop. Dat lijkt me volgens mij hartstikke leuk. Ja. Je wat de vier is gewoon zelf aangelegd? Nee, we zelf gaan aangelegd, ja. Ja. Ja, ja. Wie deed het beste? De diepste is ongeveer 1,20 meter en hier 60 centimeter. En helst hij ook vorstvrij? Nee, nee. Ik doe er verder niks aan. Ik kan er geen poespas in doen. Geen, wel wat bacteriën erin, mm-hmm. Maar voor de rest niks. De planten die snoei ik in de lente helemaal terug. Mm-hmm. En dan laat ik dat maar zien in gang, zien een natuurlijke gang. En zitten hier gaan reigers die afkomen? Ja, die zitten er regelmatig, die komen ze door van de dagavond. En... Hoppatee, hebben ze weer een goldvis? Nou, hoeveel hebben ze er eigenlijk in zitten? Dat weet ik niet, ik heb geen idee. Maar er zitten er natuurlijk weer in. Kikkers, ja. Geen last van? Nee. Dus ook geen brulkikkers? Er zitten wel kikkers hier van die groen en die kwaken die er zomaar van. Er is toch ook een paar mooie beeldenbeesten. Ja. Maar die hebben ze toch niet zelf gemaakt, of wel? Nee. Eigenlijk meer voor de sier? Voor de sier, ja. Een beetje meer leven in de tuin te brengen nog. Ja. Wat is een pronkstuk in de tuin? Als mijn kleinkindjes dat zijn aan het zoeken, dat is open met een hoed. En dat is met een kroewagen. Dat was net zelf ook met een kroewagen aan het werken. Ja. Zullen we door eens even op baan lopen? Ja, dat is goed. Wat, dit stelde een mankeveur met een kroewagen. Wat is er dan stond in de bak? Oh, er stond granium zien en kijk maar, wat voor bloempjes zien. Ik ken ze niet met de naam, maar zien echt heel mooie bloempjes en die bloeien de ganse zomer. Maar blijft hij nou in de zomer, in de winter heen stond? De figuur, dat blijft hij staan, ja. Nou, dat is kan ik kapot vrezen? Nee, want dat is behoorlijk zwaar. Daar hebben we met 4 maanden in helemaal te zitten. Ja. Wie lang staat hij alleen? Ik denk een jaar of 4, 5. Ja. Maar dit is ook is dat een mooie plek. Je komt vandoor uit, je kijkt door de tuin in, je komt van de kant, je kijkt door naar de put toe. Mm-hmm. Ja, hartstikke mooi. En de viever, heen hem en een mooie tuin, gezond, met dit allemaal erbij. Ik vroeg me wel eens maar even, zou je hier nou ook ijsvogeltjes zitten? Nee, ik heb ze niet gezien. Er zit van alles, merels en tortelduiven en eenden zitten er maar in, komen ze mooi uit die vliegen, zoep het water in en die gaan zoepen daar. Dus, Maar als dit in tuin goed bij, als moest ik wel weten, was hij altijd thuis. Hè? Ik bedoel, waar had ze die kennis dan vanaf? Of was dat gewoon proberen? Gewoon natuurlijk, gewoon proberen. Hmm. Ik ga je ook niet te werk op wat ze allemaal zeggen. Je moet die meststof gebruiken of dat niet. Dus gewoon. Ja. Wat kunt er kunnen? Dit lukt me nog altijd vrij goed, moet ik zeggen. Je hebt zich dan nog wel tijd om bij verenigingen te zien in Brokense Vors? Ja, dat heb ik zeker, ja. Wat ben je zo bij de fanfare, zei ze net? Bij de fanfare ben ik en bij de historische kring dan. Ja. En dan doe ik zo nog vrijwilligerswerk voor de kerk. Ja. Dus, en daar komt tennis, je wilde dat niet voor mij doen, wilde mij daar niet mee helpen. Ik heb gewoon van tijd veel. Nee zeggen, dat bestaat gewoon niet. Dus willen ze geen nee huren, moeten ze bij de zien? Ja. En volgens mij, daar steek ook nog, vroeger wat bij de carnavalsvereniging gedaan, de Blauwpoort. Ja, met de blaaskapel, ja. 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 Waar ze ook bij. Ja. Maar dat is, die is nou, of 7, 8 bestaat niet meer. Nee, maar dat was ook een mooie tijd. Ja? Kan ze er eens van vertellen, een leuke anekdote of een verhaal? Ja, toen we met de televisie optreden met Joost Huysel in 1974. Ja, ja, heel mooie dingen mee beleefd. Ja? Trok je toen ook door het land op? Ja, zeker. We hebben een 10 optredens gehad voor televisie, denk ik. De eerste in Oostende. Ja, dat was voor ons een happening natuurlijk. Hè. Het hele dorp ligt leeg en... Kwam geen boete brokjes aan, dat was natuurlijk wat. Allemaal die zangeressen, dan had hij weer mooi gepoeierd. Zo, wat we alle week om het dorp hadden, een natuurlijke kleur. Ja. Het was altijd goed. Ja. Maar dat is echt een hele leuke tijd gehad, ja. Echt een vriendengroep ook, zeg maar. Ja. Altijd gebleven ook? Ja, dus tot van jaar of 8 terug, en toen schijnen er een paar jongens met u. Dan hebben we nog een paar stoeptrekkingen gehad en toen was het afgelopen. Hey, en een leuke anekdote, hoe tint die het? Ja,
Ja, dat, ik weet niet meer precies wat er was. Ik dacht dat dat in Schiedam was. Toen dacht de zangeres zonder naam dat die op 1 stond bij de Nederlandse talige top 4. Ja. Maar toen wilden wij dat. En dat vond die niet zo leuk. Ja. En we kregen ook van Schiedam, daar komt Genever vanaf, hè. Ja, ja. En dan kregen we ook Genever. En dat is wel een beetje naar het hoofd geslagen bij sommigen toen de fles leeg was. Ja. Ja. Toen kon je eigenlijk met recht zeggen, ik ben blij dat ik je niet vergeten ja, ben. Precies, precies, ja. 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 Ja, dat zien allemaal van die dingen, die zijn dan mij, Max. Ja. En nou, de muziek, dat is er nog wel. Ja, ja, De historische kring. Ja. Wat ik nog wel afvroeg is, broken ze in een kasteel. Ja, dat is jammer. Ja. Dat er niks meer aan gedaan werd. Hmm. Ze zijn er al jaren mee bezig, maar helaas, het lukt gewoon om een of andere reden, ik weet ze wel. We kregen er geen toegang tot. Tot het kasteel. Ja, en deze is er nog hier ook wat meer onderzoek nog willen doen. Ja, zeker. Ook op locatie. Ja, zeker toegankelijk maken. Net als het kasteel in Blitterswijk en Gijsteren. Ja, ja. Dat is, daar ligt gewoon een stuk geschiedenis daar. Dus, Brokense Vorst heet geen, ja, kasteel van Uien, ja. Ja, ja. Ja. Want hier even voor de helderheid. We mogen Uien niet vergeten. Het is nee, altijd zeker niet. Brokense Vorst en Uien. Brokense Vorst en Uien. Want Uien, dat was vroeger het veel belangrijker als Brokense Vorst. Waarom? Met die kasteelheren, de groot grondbezitters en dat. Ik kan me herinneren dat er is verteld is gewoon in Uien is ook... Er is ook wat gebeurd in de oorlog, of ja, niet? Ja, ja. Er zijn weer mensen gefusilleerd. Nou, het verhaal van de Zwarte Zondag. 15 oktober 1944. Wat is de Zwarte Zondag? Ja, dat noemden ze zo. Dat die vier jongens doodje geschoten daar. Kwamen die uit Brokense Vorst? Drie kwamen uit Brokense Vorst en iemand kwam uit Rotterdam. Dat was bij Hansen was dan... dat was Kneek, zeg maar. Ja. Ja, dat het... Als je dat nog hoort, een geleste verhaal en je kent dat, nou, dat raakt me nog. En hij heeft eigenlijk diepe wonden geslagen de gemeenschap van, ja, zeg maar, Uien Brokense Vorst. Ja, maar ook hoe dat gebeurd is. Ja. Door een aldermens van 86 jaar, dan zijn koeien weggehaald. En die dreef ze deze kant op en ja, hij kon ze niet hebben. En dan ging hij naar die Duitsers toe en zei dat ze die koeien terug moesten geven. Ja. Ja, en dan zijn die Duitsers, ja, hij moest maar op zo'n meter. En het is in huis gekomen dat je in alle verroester revolver gehaald en daarmee gedreigd. Ja, dat had je niet meer te doen. En dat heeft die veer toen? Ja, er zijn er 9 opgepakt, hè, jongens. 9. En op een onbewaakt ogenblik is er een van Hartmans even de heg ertussenuit geknepen. Ja. En dan kwamen ze pas achter toen ze hier op de Nuurse weg bij de dijk waren. Ja. En ze wisten nog... Later wie het was, dan zijn ze naar de familie Hartmans gegaan. Die hadden er een mooie villa liggen. Ja. En tegen die mensen gezegd, nou, als het dan veel 5 uur niet terug is, dan steken we de villa in brand. Ja. En dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn met die aardige vennen toegegaan en ze zijn met 4 teruggekomen. En die hebben ze door, in de late middag hebben ze die door een uur op de rietweg in een bogger doodgeschoten. En een oud vrouwke had dat gezin vanuit de keukenraam. Ja. Ja. Ja, dat zijn toch wel dingen dat... Die Pruisen hebben toch wel wat gedaan hier. Ja. Toen. Inderdaad, ja. Inderdaad, maar ja. Je, ik zeg het boek, ik weet het nog emotioneel van. Ja, ja. Ja, dat vroeg je af. Ja, ja. Hoe kost het gebeuren? Ja. Waarom? Begon met de geschiedenis, ja, ja. Met het dorp. Maar anderzijds is het ook wel zo, noordelijk zien de dreutjes weer opgepakt worden. Ja, ja, ja. Want ik heb je ook wel eens meisjes in Speulen en Walbeck. Dat klopt. In Duitsland. Maar dus dit is zelfs zo, het eerste concert wat de fanfare Brokense Vorst een uur gegeven werd, ja? Dat was je Walbeck. Ja. Eind jaren 50. Ja. Dus zo gauw was het toch weer opgepakt. Ja. Maar ik heb me altijd afgevraagd, wat is er nou verschil tussen deze kant van de Maas en deze kant van de Maas? Mensen, jong jongen. Ja, ja. En die weer ook gestuurd, die duivels. Wie zeggen wel eens mij, wie zitten hier aan de goede kant van de Maas en aan de andere kant zeggen ze dat ook. Dus het is aan beide kanten groot, hè, joh. Ja, precies. Ja. En dan krijg jij aan de Pruisen als je dat maar weet. Ja. Ja. Kijk eens aan. Je, wat ik tegen je vraag is, we gaan dit nou afsluiten. Ja. Laatste vraag die ik aan de heb, dat is als ik wat zus willen en mogen veranderen, hé, hey, en Brokense Vorst, wat zou je dat zien? Heel kort.
dat er niet alles weggaat, dat het dorp leefbaar blijft. Ik probeer dat zelf nu te krenk te doen door die historie, de bijzondere dingen, de postraad, de Pinksterbruid, de geitenkerm niet te vergeten, Sint Maarten, Sint Hubertus. Ja. Om dat toch te behouden, dat door publiciteit en aandacht gegeven. Tradities. En dat tradities en dat gaat goed. Okay. Jeu, dankjewel. We zien elkaar nog, jongen. Ja, zeker weten. Dankjewel voor dit gesprek, hoor. Jullie ook, hè. Jo, hoi. Hoi.